Nu in Ruilkost. Jullie hebben hier best wel alles goed geautomatiseerd. Ik dacht dat ik grote ballen had, maar ik dit zie. Oh, kleine biggetjes. Hey, later. Dit is Ruilkost. Vroeger was het heel normaal om boer te zijn. Nou, dat was een heel slecht accent. Maar tegenwoordig is het een hele moeilijke business. Kosten zijn hoog, risico's zijn groot. En de kinderen willen niet altijd het bedrijf van de ouders overnemen. Maar Debbie wel, ik ga haar vandaag bezoeken. En waarschijnlijk ga ik vandaag ook heel veel stront scheppen. Ik heb er nu al zin in. Yeah! Hey, varken, vet. Hey, ik ben Veras. Hi, Debbie. Hoi. Maar dit is gewoon een plek met meer dan 5000 varkens. Ja. Die je straks moet gaan onderhouden, fokken, de whole shebang. Ja. Kan ik gewoon nu naar de varkens toe lopen? Of? Nee, we moeten eerst douchen. Samen of? Nee, je mag alleen. Oh, oké, okay, jammer. Right, ik heb net lekker gedoucht. Dit is het bizar. Kom eens even hier. Er zit hier dus allemaal kleding. Ja, gewoon mannenkleding. Dus ik weet niet wat voor kleding het is. Maar ik mag mijn eigen kleding niet aan. Dus ze nemen hygiëne hier wel heel serieus. Wat goed is. Want ik heb chlamydia. Dat moet je niet vertellen, anders mag ik niet meer naar de varkens. Oké. Okay. Ja, wel mooi. Mooi zo'n boerderij. Nou, je mag deze gele overal aan doen. Dat is een mooie overal. Ja. Ik lijk een beetje op die zon van de Teletubbies. Maar waarom eigenlijk? Wij werken hier met verschillende kleuren, zodat we geen ziektes kunnen overbrengen van de grotere varkens naar de kleine biggetjes en andersom. Deze zijn echt super groot. Ik ben een beetje bang dat ze me gaan opeten of zo. Dat moet je de hele dag doen. Het meeste wat wij hier doen zijn controles, kijken hoe het met de dieren gaat. Het is net of je eigenlijk je eigen dierenarts bent, want je past als een dier ziek is. Of er is wat mee aan de hand, dan mag je hem, of moet je hem zelf ook behandelen. Ja. Nou, dit zijn alle dragende moeders. Oh, dit zijn vrouwen. Het zijn eigenlijk vrouwen. Aankomende milfs. Het zijn al milfs. Oh, ze hebben al kinderen gehad. Ja. Kleine biggetjes. Deze biggetjes die zijn vannacht geboren. Oh, ze zijn zo schattig. Het zijn van die kleine naakte katten. Oh. Hé, jochie. Oh, hij is echt schattig. Oh, hij blijft er gewoon liggen. Deze biggetjes die worden binnen 24 uur na geboorte gewogen. Ja. Dan krijgen ze zo'n nummertje in. Oh ja. En dat wordt gekoppeld aan de moeder, zodat we ze de hele tijd ook kunnen volgen. Is dat lekker, varkensmelk? Ja, het is wel romantisch zo. Wat gebeurt er allemaal? Ze gaan allemaal weg, joh. Nou, één varken die zegt pas op. Ja. En daardoor wordt elk varken alert en die kijkt om zich heen of er gevaar is of niet. Nou, ze vallen hier niet aan of zo. Wow. Nee. Gasten trappen gewoon op ver. Hé. Hey. Ik ben echt even een beetje bang. No joke. Ben je serieus? Ja, weet je hoe fucking eng? Kijk hoe groot. Dat ding is gewoon groter dan een paard. Ah, nee, man. Jawel, jongen. Ze zijn echt super wild. Waarom zijn ze zo bang? Omdat ze, nou ja, ze ruiken hier natuurlijk ook weer. Ze zijn ja, niet heel erg veel gewend aan dat er andere mensen komen. Toch weer die Libanese geur die afkomt. Ja, ja, ik snap maar ze het. Komen nu al rustig naar je toe. Oh, ze zijn echt schattig. Ja. Oh, die ene lijkt op mijn ex. Volgens mij hebben ze allemaal voetenvet. Dus het stinkt hier wel. Hoe komt dat? Dat komt omdat ze poepen en plassen. En dat valt hieronder door de roosters heen. Ja. En dat ruik je, de mestgeur. Mijn vraag is nou, er komen natuurlijk steeds meer regels bij. Jullie hebben hier best wel alles goed geautomatiseerd. Hey, later. In Nederland is de wetgeving best hoog vergeleken met de andere landen in Europa. Qua welzijn, luchtwassers, noem maar op. Yeah. En daardoor hebben wij ook hogere kosten dan andere bedrijven in Europa en daardoor is het ook soms best lastig om tegen die landen op te boksen om nog een goed inkomen te halen. Ik denk eerlijk gezegd dat jij dit wel kan. Je bent wel echt een hele stoere chick vergeleken met mijzelf als ik hier zo ben. Ik krijg echt even een sikke hartaanval hier, jongens. Ja. Je
ik ben eigenlijk best wel een mietje zo. Ik zie het gewoon voor me dat ik op de grond val, dat ze me helemaal gaan opeten en zo. Heb je niet de film Snatch gezien? Nee. They will go through bone like butter. You need at least 16 pigs to finish the job in one sitting. So be wary of any man who keeps a pig farm. En we hebben nog een dekstal waar we de varkens insemineren. Insemineren? Ja. Heel moeilijk woord. Het gaat niet natuurlijk, maar wij doen het met een soort pupetje. Gaat zo echt met die hand zo? Nee, ja, daar gaat een lange pupet in. Oké. Okay. Met een potje sperma. En dan, ja. Potje sperma. Met Billy kunnen we zien, die jagen we voor de dieren langs om te kijken of ze vruchtbaar zijn of niet en wanneer ze geïnsemineerd kunnen worden. Dus dan staan ze eigenlijk stokstijf stil. Ja. En daardoor kun je zien dat ze vruchtbaar zijn. Dat als je ze dan insemineert, dat ze dan ook echt zwanger worden. Hij is inderdaad een soort van fluffer dan. Ja. Maar hij heeft wel echt sick grote ballen. Het is echt een soort van portable fatboy waar je altijd mee kan gaan zitten. Het is echt een springkussen. Tering. Dat is toch niet normaal? Dat is de natuur. Ik word er wel een beetje onzeker van, moet ik zeggen. Ik dacht dat ik grote ballen had, maar als ik dit zie, dit slaat alles. Ja, ik vind het mooi. Vind je het niet eng om later dit alles, die 5000 biggen worden dan van jou, om dat over te nemen? Het is niet eng, maar het is wel spannend. En ik zie heel veel kans. Ik denk dat het heel leuk wordt. Ook met de huidige industrie in Nederland. Het is natuurlijk best wel, weet je, alles wordt in massaproductie, biologisch. Dat wordt best wel moeilijk, kan ik me voorstellen. Ja, het verandert ook, maar daar proberen wij ook op in te spelen. Ja. Ja, ik denk dat je het kan. Ik geloof in je. Geloof jullie ook in haar? Vergeet dan niet even deze aflevering een duimpje omhoog te doen. Abonneer ook. Ik wil je heel erg bedanken dat ik vandaag met je mee mocht. En jongens, jullie ook bedankt voor het kijken. En ik laat zo even mijn nummer achter, dus dan kunnen we nog even... Ja, is goed. Ja, oké. Okay. Doei, doei! Meer zien? Ga naar npo3.nl/rouwkost.